Henk en Victoria de Heus-Zomer hebben een familiebedrijf in diervoeders dat haar producten wereldwijd afzet. Werken hard, verdienen geld en raken geïnteresseerd in hedendaagse kunst. Vanaf dat moment, nu 25 jaar geleden, bouwen ze met veel plezier aan hun inmiddels vermaarde collectie. Aanvankelijk ligt het zwaartepunt op schilderkunst uit Nederland. In de loop van de jaren komt daar beeldhouwkunst bij. De landsgrenzen worden overschreden. Ze ontmoeten Fang Lijun, een jonge Chinese kunstenaar die tijdelijk in Amsterdam werkt. Fang Lijun bezoekt Henk en Victoria in Barneveld. Hij nodigt hen uit voor een tegenbezoek bij hem thuis, in Beijing. Het is 1998. Henk en Victoria bezoeken de Chinese hoofdstad en ontmoeten er vele kunstenaars. Ze kopen werk en besluiten om de ontwikkelingen te volgen. Regelmatig zoeken ze de bevriende kunstenaars op. Sommigen hebben inmiddels een sterrenstatus. Hun verzameling Chinese kunst groeit en er komen steeds meer vrienden bij. In september 2013 gaan Henk en Victoria opnieuw samen naar Beijing. Elke keer weer is de vraag, wat treffen ze in Beijing aan? In de afgelopen 15 jaar is er zoveel veranderd. De stad zelf is explosief gegroeid, gemotoriseerd en gemoderniseerd. Hedendaagse kunst heeft zich ontwikkeld van een marginaal ondergronds verschijnsel tot een serieuze factor in de economie en samenleving. In de kunstwijk 798 zijn prestigieuze galeries gevestigd en heel veel winkeltjes waar artistieke producten worden verkocht. De wijk is geliefd bij toeristen en bij de nieuwe rijken die China nu in grote getalen heeft. Zij vormen het publiek op een Chinese kunstmarkt naar westers model. Een markt die niet eerder in China heeft bestaan. ...798 was een fabriekscomplex voor de militaire industrie. Na de Koude Oorlog verlaten en rond de eeuwwisseling door kunstenaars bezet en ontwikkeld. Maar de kunstenaars zelf zitten er niet meer. Die hebben hun ateliers in goedkopere wijken. De belangrijkste vraag voor Henk en Victoria: wat is er in die ateliers te zien? Last year you had many, many paintings, but they have gone. Yeah. Where are they? Yeah, there. I have a solo exhibition in London next week. Okay. Yeah. Zoiets kom je nog niet iedere dag tegen in Nederland, volgens mij. Ongelooflijk. Ongelooflijk wat een ruimte. Nou, ik zal even naar. Ik ben benieuwd of dat de overgang is geweest naar. Ja, maar het is een beetje pop. Pop-art. En wij hebben niks met pop-art in onze collectie. Nee. Het is helemaal niet slecht geschilderd. Helemaal het niet. Het valt wel totaal buiten van wat wij doen. Huang Rei woont aan de rand van de stad in een zelfgebouwd huis.
In 1979 is hij een van de oprichters van Qing Qing, China's eerste avant-gardistische kunstenaarsgroep. In het Westen bekend als The Stars. Aan het begin van het nieuwe millennium is hij de drijvende kracht achter het 798 kunstdistrict.但是一个重要的这个时间点也是对中国也是对我有一个很大的影响如果这个事件没有发生的话我不会转变得很快但是这个事件呢给我很大的一个冲击那么教会我需要有更多的体会要了解更多的事情除此之外还要 靠近这个社会发生的一些事件，这就是天安门事件。 From this side, when you look, or from that side, you get four, number four. And if you look here, it's six. So it's 6-4, which means June 4th. That was referred to 89, the massacre. Yeah, Tiananmen. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Like this, of course, it looks like an abstract sketch, but when you see the characters, then immediately every Chinese person knows what it means and what it's about. 那么运动呢，整个变成了另外一种情况，它就更具有全面性。那么我说这个全面性里，除了包括艺术家的独立创作和私人的理想。 还有另外一种集体运动，还有一种市场因素。那么这个市场因素呢，是被世界扩大的。从这个状况一直到2008年，那么2008年因为中国自己尝试做了一个奥运呢，它也是它开始在除了在它的经济发展的这个过程里边，它逐渐 尝到了一些自信感觉，但是另外呢，这个体育上也非常成功，他获得了最多的奖牌，然后呢，他开始觉得当代艺术也可以变成，他的发展经济的一部分动力了。Wat ging er aan deze hedendaagse kunstscene in Beijing vooraf? Een duizendjarige traditie, gevangen in uiteenlopende exquise voorwerpen. Hofkunst, bedoeld om de Chinese keizer te eren en zijn macht te tonen. Het terrein is omringd door een vierkant van muren. Middenin staat het paleis van de Grootsjaan. De zalen zijn alle met goud en zilver bedekt. Mooie taferelen met ridders, vrouwen, vogels, scharlakenrood, blauw, groen en alle andere kleuren. Schittert als kristal. Van verre ziet stralen. Marco Polo. In de 13e eeuw reist hij ruim 20 jaar door het Verre Oosten. Zijn woorden geven de macht van keizer Kublai Khan en diens opvolgers ook in het Westen mythische proporties. Miljoenen Chinese kunstvoorwerpen worden in de loop van de eeuwen naar Europa verscheept. Een bezoek aan Beijing betekent voor Henk en Victoria ook
een bezoek aan Ai Weiwei. Vorig jaar zagen ze in zijn atelier een kast met een geheime lade. Die willen ze graag aan hun collectie toevoegen. Maar de kast is ergens opgeslagen en nog steeds niet af. Wat is het eigenlijk voor een kast? You know, in the old time, the emperor always have these treasures. You know, like jade, porcelain, or, you know, very... Like a wonderkammer. Like... Yeah, it's very much like that. Mm-hmm. And the Chinese emperor, they are very keen or very sensitive with all those materials. Mm-hmm. You know, so they have their hidden component. You know, it's just really for their appreciation. Yeah. But it's interesting, you can see you also can see the emperor, even has the whole world is never sure about his aesthetic standard. Yeah. Yeah. He has to relate to objects, mm-hmm. you know. Mm-hmm. It's like a texture, crafts, lines, shapes, shadow, color, mm-hmm. and all those things to realize he's alive. He has this super high standard or aesthetics. Ai Weiwei is net als Huang Rei betrokken geweest bij de Stars en 798. Hij staat in het Westen bekend als politiek activist. Via zijn kunst stelt hij vragen over dingen waar de Chinese regering geen antwoord op heeft. Vergiftigde babymelk. Een bij een aardbeving ingestort schoolgebouw. Verdwenen politieke gevangenen. Of course, then you have to always make some kind of expression or announcement to adjust your own position or to make sure, you know, you're existing. Then that becomes some kind of political act. They think this is dangerous to state. But to me, it's just personal reaction, you know, it's very small, but of course media made it big. But only media made it big because it's not enough voice. I'm the only one probably make those kind of noise. So I become a focus point. So every time they come to ask my opinion, I would frankly tell them what in my mind, which, you know, it's just my truly opinion. Veel Chinese kunstenaars verhouden zich tot het recente verleden. De periode tussen 1950 en 1976. Mao Zedong is dan de grote roerganger. Hij laat de monumenten van de oude Chinese beschaving afbreken en verbiedt alle kunstvormen. Dit onder de noemer culturele revolutie. In mijn werk is geen directe uitdrukking van de culturele revolutie, maar het heeft mijn geest beïnvloed. 因为那是一个历史上，我对我的精神有很大的影响，因为那是在人类历史上很罕见的那个一种残暴的行为。我觉得和那个希特勒他们都差不多。
就是差不多象征。有的时候我们人类觉得我们很快，比如像文革的时候，那时候好像我们一下子就达到了什么样的一个结果，但事实上你过很多年看，你发现你并没有进步，你并没有走得很远。Zhang Xiaogang wordt geboren in 1958. Als scholier wordt hij naar het platteland gestuurd en te werk gesteld. Terwijl alles officieel in het teken staat van delen en gezamenlijkheid, ervaart hij existentiële eenzaamheid en de troost van zijn eigen verbeelding. Zijn serie Bloodlines, Bloedlijnen, maakt hem wereldberoemd. Dit is een EP-作品, dus ik kan mijn vader zien. Ik denk dat ik mijn vader heb, ik heb heel veel gevoel. 很有意思，而且他们跟这个时代完全没关系，但他们保留了过去时代的生活习惯，我就拍了一些照片，然后把它画成了一批作品，这是其中的一个。我希望通过他们，我看他们的房间的一个布局，就其实就反映了一种时代的一种东西，而且他的椅子的摆，都有一个讲究的，都有固定，所以你看我画的。他的每个父亲母亲的位置是固定的。Vanaf het begin verzamelen Henk en Victoria kunst van Zhang Xiaogang. De prijzen zijn in de loop van de tijd enorm gestegen. Door gezondheidsproblemen komt er bovendien minder uit zijn handen. En zo kan het gebeuren dat mijn heer Leng Ling van Pace Beijing Gallery hem moet melden dat er momenteel geen werk beschikbaar is. But I think this is a really nice one. Yes. Huh? Yes. Huh? You know, this special, you know. Yeah. Yeah. Choose yeah. for Chinese paper. Yeah. Yeah. Special for Chinese. Yeah, but in New York, nobody understand. No. Na de kaalslag van de culturele revolutie en het avontuur van de beginjaren ontstaat er een heuse kunstmarkt. Aanvankelijk gericht op westerse belangstellenden, maar inmiddels heeft China zelf een grote groep potentiële kunstkopers. Die willen straks ook hun grenzen verleggen. Net als Henk en Victoria. En net als Henk en Victoria zullen zij buiten hun moederland gaan zoeken naar kunst die hen raakt. Dat is ook weer een leuk werk. Heel mooi, maar je moet er wel een beetje ruimte voor hebben om het neer te leggen. Dus het lijkt me iets voor een museum, Victoria. Het kan niet in ons huis, Henk. Ja, ja, ja. De 皮肤的感觉要更好一点，就是让它皮肤的就更干。The skin of the hands. Yeah, yeah. 然后颜色的 color will change a little. Okay, okay. Zullen we die nemen? Die lijkt me mooi. Ja, die. Goeie aankoop. Ik want to buy the work with the hands. With the hands. Okay, thank you. Yeah. So you have to finish it. So. Yeah. Yeah. Okay. A month later. Yeah. De ontzettende tere kleuren allemaal, hè? Ja. En dan ineens met al die zachte kleuren ineens dat rode sap. De tomaten. Ja, ja, paprika's. Zijn het paprika's? Ik denk dat het paprika's zijn. Ja. IJsmeisjes in de paprika, Henk. Ja, paprika sap. Maar ik denk toch dat het tomaten waren, hoor. Dan zullen we eens eventjes opletten, meneer De Heus. Oké. The first one we have to choose is because of the colors. We have to choose that one or that one. I yeah? That one. That one. Yes. Yeah? Okay, then we go to another color. Yellow. Yeah? That one. The yellow. This one? Yeah. Or that one? I would also choose that one.
That one. Yeah? Easy, everybody. How much discount? It's take three? Yeah, take three, 15. 15%? We take one, two, three. Yeah? Sure. And I'll shake hands. Oh, yeah. Yeah. 40. Yeah. We shake hands? Yeah, yeah. Thank you very much. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Thank you so much. Yeah. Bij hun eerste atelierbezoeken in Beijing treffen Henk en Victoria alleen mannen. Maar nu zijn er ook vrouwelijke kunstenaars. Lin Tianmiao is geboren in 1961 en groeit dus op tijdens de culturele revolutie. We hebben geen voorbeeld. Deze generatie heeft geen voorbeeld. Deze generatie heeft helemaal geen voorbeeld. Ik denk dat mijn vader een kunstenaar is. Dat is heel natuurlijk. 做起来就非常自然，而且我们家女孩多，就比较强，女孩子都强，你知道，女孩子就特别强势。 In 1987 gaat Lin Tianmiao samen met haar man, de video- en computerkunstenaar Wang Kongqing, naar New York. 那会儿好像就是有点办法的人，就是有一点点想什么想，那什么全部都走。 基本上都走光了，就是文化界的人，还有年轻的都走，基本上走差不多了。嗯，我记得那会儿完全是不一样的。我们的想法和当时的对艺术的那个概念，就是平面的，而且是平面是在比印象派还之前的，还有很多是苏联的印象，完全没有当代的。我们等于是从零开始学当代的这些东西，从来没有。 当代的这些一点点的烙印都没有，都没有印象，一点都没看到过。嗯，可以说，其实我在纽约那么多年，我学会了一种态度，就是一个生活方式，或者是一个，应该是一个价值观。嗯，应该是这样。 1994 keert ze vol zelfvertrouwen terug. Haar internationale carrière begint in Beijing. Vaak verwijzen haar beelden naar de milieuproblematiek. Door met zijde te werken speelt Tianmiao met het oude cliché van China als land van de zijderups. En met het idee van vrouwelijke kunst. Art community, 我记得我刚回来的时候，我要打200个电话，大部分这个圈子就全部包括在这边了，就200多个人。当时在我们做一个展览，就几个小时，因为政府就被关了，或者是把你抓起来，完全是 underground， 这个是那个时的时候的状态。但是那个时候的状态还有重要的一点，就是我们是理想主义者，就是。 完全没有就是生活的来源，也没有什么经济的介入，非常单纯，比现在有的时候我很怀念那个时代，现在是政治压力和这个经济完全搅在一起。 Henk en Victoria bezoeken veel jonge kunstenaars, geboren na de dood van Mao Zedong. Ook zij gaan in op recente ontwikkelingen, zoeken aansluiting bij het Westen. Tegelijk zijn ze gefascineerd door de traditionele Chinese cultuur en door ambachtelijke technieken. De schilderijen van Wang Guanglei ontlenen hun betekenis aan de manier waarop ze tot stand komen. Zijn coffin paintings zijn geïnspireerd op het oude Chinese gebruik om een al gereedstaande doodskist elk extra levensjaar een nieuwe verflaag te geven.
这个就是我的寿漆的这个系列，然后这两张是彩色的，就是我把画布铺在地上，然后用刷子这样去把它全部涂一遍，涂完等它干了以后再涂一遍的时候，把它两个边缘留出一条线来，然后就这样一次一次的覆盖它。我自己没看到这个，因为我看到这个画的时候已经画完了。 我画的时候是放在地上，所以我不知道它是门，它是过道，都不知道。我只是想画时间，就度过一段很长的时间，但不知道它最后会转换成一个空间。我想可能这种转换也有意思，就把它保留了。OK, see you in Rotterdam. Wang Guanglei exposeert inmiddels in Pace Gallery New York, waar zijn werk lijkt te knipogen naar de Amerikaanse Colorfield Painting. En dan is er Liu Wei. Zijn beelden en schilderijen lijken niet te kunnen bestaan zonder de zich zo snel ontwikkelende stad Beijing. Hij piekert er dan ook niet over om uit Beijing weg te gaan. Er is een mogelijkheid. 东西我觉得还是有可能能产有可能的，因为西方他们是很完整了，就很好，顺着一个方向去走，走的都非常，就没有错过，说有一个大的错误都一直走过来，走到今天。但是中国是什么都没有这个方面，所以也许能有一个不同的感觉，还是有意思的。 In september 2013 hebben Henk en Victoria in Beijing 5 toonaangevende galeries bezocht en meer dan 20 ateliers. Hun collectie Chinese kunst is opnieuw gegroeid, maar minder explosief dan voorheen. Ja? Ze kijken nu meer gericht. Hen interesseert vooral dat de Chinezen hun traditionele arbeidsintensieve technieken inzetten voor de grote vragen over het menselijk bestaan. Is de kunst in China nu volledig geëmancipeerd? Now I think it's like a moment, you know, when the people like birds being caged for very long. Even you open the door of the bird cage, they will not immediately fly. They just have to, you know, to see this. Even they can fly, they have to exercise the muscle or something. So that's today China's that moment. Many, many young people, they grow up with the internet, and but their education, their parents, or their social surroundings always teach them not to fly. You know, freedom is dangerous.